Hallo allemaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een sluiting kunt maken voor op je nylon draadtas. Zoals je ziet zit hier een opening. Dat is voor de knoop. Wat heb je nodig om zo'n sluiting te kunnen maken? De knoop, die hier straks dus in gaat vallen. Ik ga deze sluiting maken met Royal van Zeeman. Een haaknaald nummer 5, textiellijm, een schaar, een steekmarkeerder en een aansteker. Ik heb een losse ketting al opgezet. Ik heb 20 losse gehaakt. Dit is het tasje wat ik al eerder maakte, wat jullie hebben kunnen zien in het filmpje. En de sluiting gaat dus straks zo over je tas heen komen. Je moet dan even kijken hoeveel losse of je op moet zetten, hoe groot of je je sluiting wil hebben. Ik heb dus 20 losse opgezet, omdat ik niet zo'n grote sluiting wil. Het is ook niet zo'n groot tasje. Daarnaast heb ik nylonkoord, nylondraad. Dit is 4 mm. Is iets dunner als wat ik voor de tas gebruikt heb. Maar anders wordt de sluiting wel heel erg grof. En omdat het een klein tasje is, heb ik dus wat dunner nylondraad gekocht en dat ga ik gebruiken voor de sluiting. Zoals ik zei, ik heb 20 losse opgezet en ik steek mijn haaknaald in de derde losse vanaf de haaknaald. 1, 2, 3. Ik haak de sluiting trouwens met dubbele draad en ik leg mijn nylondraad weer over de haaknaald, onder mijn werkdraad door en ik maak een vaste. Het stukje nylondraad laten we weer even iets uitsteken, dat werken we zo weer weg. Ik doe mijn steekmarkeerder de allereerste vaste. Je maakt de sluiting, het begin van de sluiting eigenlijk op dezelfde manier als het begin van de bodem van je ovale tas. Dus je haakt gewoon weer het koord mee. Langs de losse ketting. En je maakt allemaal weer vaste. Opletten als je met dubbele draad haakt, dat je dus door beide lussen heen steekt. En ook beide draden mee haakt. Anders krijg je weer lussen. Aan het einde van de losse ketting. Dit is de laatste losse. Ik haal de haaknaald er even uit. Iets makkelijker. Dat ziet er zo uit.
Nu gaan we dus eerst weer de nylondraad wegwerken. Daarvoor pak ik dus even de aansteker om die losse draadjes aan de buitenkant weg te smelten. Even met de vlam iets verwarmen. Oppassen, want het kan heet zijn. En dan druk je het nylondraad gewoon iets aan. En dan zijn die losse draadjes zijn weggewerkt. Ik pak weer de textiellijm. Klein drupje erop. Ook hier kun je het eventueel ook weer vastzetten met een draadje. Als je zegt van, goh, ik heb geen textiellijm of ik gebruik toch liever naald en draad, kan ook. Smeer het een beetje gelijkmatig uit. Even de lijm van mijn vingers af. Dan zit mijn haakwerk zo onder. Dan pak je de losse ketting met je vaste voorzichtig in je hand vast. Je houdt het een beetje tegen en je trekt aan je nylondraad. Totdat het ongeveer ter hoogte is van je allereerste vaste. Je haalt die twee losse die je aan het begin overgeslagen hebt er iets overheen en je drukt je garen een beetje aan, dan kan dit alvast drogen. Dan gaan we verder met de lus voor de knoop. Hou je knoop erbij zodat je kan zien hoe groot de lus moet worden, zodat die er straks mooi overheen valt, maar dat die ook niet te groot is, want anders dan vloept iedere keer sluiting los. Voor de lus ga je dus om je nylondraad heen haken, alleen om je nylondraad, op deze manier. Dus eigenlijk hetzelfde als bij de handvaten van je tas. Allebei de draden meenemen. En dan hou je iedere keer je knoop er even bij om te kijken of je er al omheen bent. Ik ga nu even mijn vaste haken om het koord heen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Ik heb nu 20 vasten gehaakt om nylondraad heen. Tussendoor even geprobeerd met de knoop van past die er ruim doorheen. Nu schuif ik de steken nog ietsje op, zodat de koord van nylondraad mooi bedekt is. En zo moet het ongeveer passen. Dan doe ik de naald weer terug in mijn werk. En nu ga ik dus niet meer verder haken om het nylondraad heen. Maar nu steek ik dus weer in de losse ketting aan de verkeerde kant. Dit is het staartje van mijn losse ketting. Die leg ik langs mijn werk weer heen. En ik steek dus in de allereerste losse, aan de verkeerde kant eigenlijk. En ik ga hier weer verder met vaste. Ik haak direct dat koordje, dat staartje van mijn losse ketting mee. Hoef je die straks ook niet meer af te werken. En je haakt aan deze kant ook weer
een vaste in iedere losse. Zoals je nu kunt zien, trekt hij dus een beetje scheef. Wat ik nu ga doen, is aan mijn koord trekken. Kijk, nou trekt hij mooi recht. Wel zorgen dat je knoop er nog goed doorheen kan, zodat hij straks mooi gaat sluiten. En dan haak je weer. Wel. Weer verder met je vaste. En dat doe je tot aan het einde van je losse ketting. Zie ik jullie daar weer terug. Ik ben nu aangekomen bij het einde van mijn losse ketting. Ik ga de draadjes van het staartje van mijn losse ketting iets aantrekken en afknippen. Die is nu al mooi weggewerkt. En dan moet ik dus hier de bocht om. Tenzij dat je denkt, ik vind het mooi om een smalle sluiting te maken, dat kan ook. Dit is een sluiting die ik dus al eerder heb gemaakt. Dan kun je het verschil zien. Ik vind het wel leuk om twee toeren te haken, dat die ietsje grover wordt. Dus ik ga in de allerlaatste losse van de losse ketting, ga ik 1, 2, vaste maken, dan ga ik 2 vaste alleen om het nylon draad heen haken. De steekjes even weer iets opschuiven, zodat je een mooie overgang krijgt voor de tweede toer. En dan steek ik weer in mijn allereerste vaste die ik gemaakt heb. En daarmee begin ik de tweede toer. En dan haak je op deze manier nog een hele toer extra. Tussendoor eventjes aan je nylon draad trekken, niet te hard, maar zodat hij mooi recht blijft. En dan haak je dus in alle steken die erop staan, haak je nog 1 vaste. Dus je maakt helemaal een tweede toer erbij, ben je hierboven aangekomen, waar je dus je toer bent begonnen. Je kunt daar ook eventueel een steekmarkeerder nog weer in doen. Dan knip je daar het nylon draad af. Je werkt het weg op dezelfde manier als in het begin. Je kan hem eventueel een beetje schuin wegknippen. En als het nylon draad er dan goed onder zit, maak je nog 2 halve vaste. Dat heb ik hier gedaan. En dan krijg je dus een mooie ronding erin. En dan komt je sluiting er zo uit te zien. En dan kun je hem vast gaan maken achter op je tas. Kijk, het is de bedoeling dat hij dan zo komt te zitten. Je kan hem wat hoger of wat lager. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Je kunt de knoop alvast vastmaken op je tas.
Ik doe altijd eerst even de achterkant vastzetten, zodat ik weet waar uiteindelijk straks mijn sluiting precies komt te zitten. Je maakt de sluiting aan de achterkant vast. Wat ik zelf doe is met een naald en draad, hetzelfde draad als waar ik sluiting mee gehaakt heb, maak ik hier allemaal kleine steekjes net langs deze lussenrij heen. Dan zie je het eigenlijk niet. Eventueel kun je er nog wat textiellijm aan de onderkant doen als extra stevigheid. En dan is je sluiting klaar. Ik ga mijn sluiting ook vastzetten, de knoop vastzetten. Ik hoop dat jullie wat aan deze tutorial gehad hebben. De volgende keer ga ik jullie uitleggen hoe je een schouderband maakt. Een lange aan de zijkanten. Tot de volgende keer.